Oké. Hallo daar, Maximiliaan hier. Maximiliaan Verheyen, maar dat wist al. Welkom bij een gloednieuwe video. Voor we beginnen, subscribe op mijn kanaal. Er zijn nog altijd te veel mensen die niet zijn gesubscribed. En dan kunnen we van de eerste keer aan de video beginnen. Ik was vanochtend op YouTube aan het scrollen en ik ben iets tegengekomen genaamd Midjourney. Nu, wat is Midjourney? Heel simpel uitgelegd, het is een artificial intelligence dat dus beelden gaat gaan creëren aan de hand van woorden die jij gaat geven. Nu, ik dacht, het is sowieso brol, ik ga het een keer uittesten. Maar we zijn ondertussen al 2 uur verder en ik ben verslaafd. Hè. Ik heb al zoveel dingen gemaakt. Het is zo leuk. Wat je hier ziet zijn creaties van mensen. Dus basically, ze geven een beschrijving en aan de hand van die beschrijving gaat die AI een beeld gaan maken. Dus hier bijvoorbeeld Luigi as a World War I soldier. Dit is toch sick? Ik heb vandaag al, in de tijd dat ik hier bezig was, heb ik al Cat Batman gemaakt. Turtle Croissant en dan nog een paar random dingen. Dus heel makkelijk. Je begint met slash imagine. En dan typt je letterlijk gewoon in wat er in je hoofd zit. Dat kunnen woorden zijn, dat kunnen zinnen zijn. Het eerste waar ik vandaag aan dacht was Captain Jack Sparrow as a Pokémon trainer. Dit is Jack Sparrow als een Pokémon trainer. En je zou dan denken van, allee, er moet toch ergens een grens getrokken worden, hè? Nee, je kunt zo ver gaan dat je wilt, hè? Imagine Baby Jedi holding a lightsaber in the desert. Maar dat kan toch niet? Dit is wel toch een baby. Ik vind deze wel cool. De tweede, dus ik wil graag nog wat meer versies van de tweede. Zo gaat hij aan de hand van de foto die ik nu cool vind, zegt hij van oké, dit is wat jij wilt. Ik ga enkele andere voorbeelden gaan tonen die daarop lijken. Maar allee, dit is toch fucked up? Is mijn baby bijna klaar? Dit is mijn baby, hè? Baby holding a lightsaber. Dit is prachtig, hè? Ik denk, ik ga hem Mark noemen. Dit is Mark. Dit is een prachtig baby, zeg. Dus nu ga ik aan een AI vragen om een AI te designen dat de wereld overneemt. Gaat hij nu zo crashen? Komt hij dat zo niet aan? Artificial intelligence taking over the world. Dark war. Dit is ongelooflijk verslavend, hè? Is klaar. Oh. Dit is zo eng. Dit is toch fucked up? Dit is toch fucked up? Hoe ver kunnen we hierin gaan? Ik weet niet welke dat ik enger vind. Deze of deze? Van de 1 en van de 3 wil ik een paar versies. Wat dat nog geen 50 keer zo eng maakt, is omdat dat is een AI. Dus hij weet hoe dat hij de wereld gaat overnemen. Hè. Hij is ons gewoon aan het zeggen hoe dat hij het gaat doen. Hè. Ja, hè. Wauw. Dit is zo fucking eng. Ik word hier bang van, hè. Ik word hier oprecht bang van, hè. Nee. Wat? Ladies and gentlemen, you heard it here first. Zo ziet onze toekomst eruit, hè. Allee, gast. Ik raak me niet af als ik mijn eigen naam intyp. Imagine Maximiliaan Verheyen finding a girlfriend. Maximiliaan Verheyen finding a girlfriend. Wauw. Toch? Het is wel nog knap. Ik zou het wel nog doen. Goedemiddag. Oh, free trial complete. Fuck it, ik ga subscriben. Voilà, 1 subscription later. Fucking Queen Elizabeth. Imagine Queen Elizabeth breakdancing. Dat kan toch niet? Queen Elizabeth breakdancing. Imagine young man unlocking superpowers while floating in the air. Dystopian future. Dark. Kijk, hè. Dit is wat ik cool vind. Hè. Vroeger, toen ik zo jong was, dacht ik altijd van oh, hoe zou dat eruit zien? Iemand dat zo nu in de lucht aan het vliegen is en plots zo superkrachten krijgt. En nu typt je het in en je krijgt zo'n fucking epische shit, hè, gast. Ik vind 4 en 2 wel echt cool. Allee, gast. Ik vind deze wel cool. Met zijn armen zo langs de zijkant. Ik was van, ja, ik ben een man. Maar ik vind deze dan toch wel het coolste van al, toch? Dit is ik. Nadat ik zo op het wc echt zo'n uur lang heb zitten duwen om te kakken. Kunnen we geen beschrijving doen van FOMO? Dus FOMO, hè, mijn cinemafilm, is er de moordenaar en FOMO heet Spotlight. Is een moordenaar dat een LED-masker draagt. Dus man holding axe while wearing a smiley mask. Pff, dit is zo problematisch eng. What the fuck, ik had beter hiervoor gekeken voor FOMO. Maar allez, zeg. Als je dit tegenkomt in het donker, je loopt toch weg? Waarom heb ik hier weer 30 euro aan uitgegeven?
Ik ga dit één keer doen en ik stop ermee. Tenzij, kunnen jullie in de comments nog geen leuke dingen doen? Dan kan ik er misschien een videoreeks van maken ofzo. A cat ruling over a city. A white cat ruling over a city. We gaan het gewoon over Luna maken. Skyscrapers. Humanity as slaves. Wat gaat er daarvan komen? Slaves is banned, oké. Okay. Dat is misschien wel goed. Is echt zo. Luna. Luna die zootje. Dit is mijn stad. A baby being crowned a king during medieval times while holding a gun. Dit slaat letterlijk op niets meer. Hè. Ik ben zo mooi begonnen en nu trekt op niets meer. Hè. Kijk naar deze baby. Sorry, maar deze baby is cool, hè? Ik wil die baby. Dat is de baby, hè? If humans evolved from birds. Deze is fucking eng, hè? Gast. Stel je voor dat je uitgaat en komt zo iemand tegen. Hoe gaat die mond open? Allee zeg, if humans evolved from birds, what the fuck? Ja. Nu, het probleem met dat soort dingen is, je kunt blijven gaan. Maar zo kunnen we wel 4 uur bezig zijn. Ik moet ook wel nog een beetje andere dingen doen met mijn leven. Maar ik wil hier wel graag een soort van reeks van maken. Dus als je denkt van, ik wil ook iets uitproberen, typ het in de comments, stuur op Instagram. En misschien in een volgende video kan ik jullie dingen uitproberen. Dus laat mij weten wat je ook een keer wilt zien. Dan maak ik het. Allee, of maakt die AI het. Allee, dit is echt problematisch. Is dit de dood van graphic designers? Ik weet het niet. Dankjewel voor het kijken. Duimpje naar omhoog mag altijd. Duimpje naar beneden mag ook. Maar ik raad het ten strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven, kans er heel dik in. Dat van die AI, taking over, dat gaat gebeuren. Oké, ik ben weg. Vaarwel. Mannelijk. Maar lees zeg, verheid, het is gewoon vuil en ongemanierd, hè.